het Oosterweeltraject en het Meccano-traject op vlak van leefbaarheid en gezondheid, dat dat hoogstens een fotofinish is. En dat blijkt uit het MEI-rapport. Er is zelfs een politicus, zijn naam is Van Peel, die zegt dat het verschil tussen fijnstof of geen fijnstof en het impact op de gezondheid, dat daar ook een fotofinish verschil is. Van Peel zei in de Dagblad De Tijd op 15 februari van dit jaar, vlak na de beslissing van de Vlaamse regering en van het stadsbestuur om te kiezen voor het bandtracé, dat heel die zaak van dat fijnstof, dat demagogie is. Want 20 jaar geleden was er ook al fijnstof en toen sprak niemand erover. 20 jaar geleden, meneer Van Peel, dat was er ook al asbest en dat werd amper overgesproken en vandaag zien wij mensen met longvlieskanker ten gevolge van blootstelling van asbest. Er zijn intussen tonnen wetenschappelijke bewijzen dat fijnstof een sluipmoordenaar is die mensen dicht bij drukke verkeerswegen kan treffen. En dat is mijn eerste puntje. Ik wil laten zien dat de groei aan wetenschappelijk bewijs, dat geen fotofinish kwestie is, maar dat die groei aan bewijs van de negatieve impact van verkeer op gezondheid, dat iets is dat exponentieel aan het groeien is. En om dat te illustreren ga ik even heel snel door alle, wat men noemt, evidentie, wetenschappelijke bewijzen, die sinds 1 januari van dit jaar, dus nog maar op 4 maanden tijd, in de wereld gepubliceerd zijn. Woensdag 23 april, dat is vorige week, brengt de wetenschapsjournalist Van de Stranden, Hilde van den Einde, een artikel over het raadsel van de allergie-epidemie. Aantal mensen dat lijdt aan één of meer allergieën verdubbelt elke 10 jaar. En ze interviewt professor Christine de Sager, kinderpneumoloog van het UZ hier in Antwerpen, die samen met het VITO een onderzoek naar dat fenomeen aan het doen is. En de Sager zegt dat onder meer een van de redenen is dat boomkorrels zich vasthechten aan fijnstof dat bij de verbranding van diesel vrijkomt. En dat zeker bij warm en droog weer, dat maakt dat die korrels langer in de lucht blijven hangen. Ze zegt er lijkt een verband te zijn tussen de luchtkwaliteit waarin een zuigeling zijn eerste levensmaanden doorbrengt en de kans dat hij tegen zijn eerste verjaardag gaat piepen of hoesten tegen zijn derde. Daarmee verklaart heel veel de vaststelling bij ons in de groepspraktijk dat we na 1 op de 2 patiëntjes al moeten puffen heeft tegen astma, wat voor mij het begin was om gesensibiliseerd te geraken rond dat probleem van fijnstof. Dinsdag 25 maart, dus ik ga stapsgewijs terug naar 1 januari. De Wereldgezondheidsorganisatie brengt opnieuw een rapport uit met als conclusie: het aantal sterfgevallen door luchtvervuiling wereldwijd ligt fors hoger dan dat we voorheen dachten. Donderdag 20 maart, de US Centers for Disease Control and Prevention brengt een meta-analyse uit. Wat is een meta-analyse? Dat is eigenlijk een grote studie waarbij men al het bestaande wetenschappelijk materiaal, alle bestaande wetenschappelijke studies die valide zijn, die betrouwbaar zijn, waarbij men de resultaten van die studies bijeen poelt, bijeen telt. En die meta-analyse die bewijst dat leven dicht bij een verkeersweg niet alleen de longen schaadt van kinderen, maar ook de kans verhoogt op ontwikkelen van leukemie, van bloedkanker. Nieuwe informatie. Woensdag 19 maart, de Environmental Health Open Access Journal brengt een grote cohortestudie uit over de impact van groene ruimte op hart- en vaatziekten. Een studie die in Litouwen is uitgevoerd in het stadje Kaunas. Donderdag 20 februari, de European Respiratory Journal brengt ook een meta-analyse uit. Het bestaande uit 19 studies die gepubliceerd zijn tussen 2004 en 2013. En waaruit blijkt, als je die allemaal poelt, die resultaten, dat een toename van 10 microgram per kubieke meter, zowel van stikstofoxide als fijnstof PM2,5, de totale sterfte in de bevolking doet stijgen respectievelijk met 4% en 5%.
De sterfte door hart- en vaatziekte doet stijgen met respectievelijk 13% en 20%. De sterfte ten gevolge van longaandoeningen doet stijgen met 3% en 5%. Wat nieuw en zeer interessant is te weten dat de impact op hart- en vaatziekten van die luchtvervuilers belangrijker is dan de impact op longziekten. En dat komt, dat is het ultrafijne fijnstof, of dat zijn die gassen, die ter hoogte van de longblaasjes bij de uitwisseling van zuurstof en koolzuur in de bloedharenvaatjes effecten en ontstekingsreacties geven die leiden tot verhoogde kans op trombosevorming en hart- en vaatziekten. De studie besluit dat er nu voldoende bewijs is dat het lange termijn effect van stikstofoxide of dioxide op sterfte van dezelfde grote orde is dan dat van fijnstof. Maandag 20 januari, we zijn nog altijd dit jaar, de British Medical Journal brengt ook een nieuwe meta-analyse uit, gemaakt door een Nederlandse groep. Die bestaat uit 11 cohortenonderzoeken. Cohortenonderzoeken, dat zijn bevolkingen die men in de loop der jaren opvolgt, prospectief. In 5 landen, het gaat over 100.000 mensen die niet bekend waren voor hart- en vaatziekten en die 11,5 jaar lang gevolgd werden. Dat is lang. Zij stellen vast aan de gemiddelde jaarlijkse toename van 5 microgram per kubieke meter aan fijnstof het risico op een kransslagaandoening met 13% verhoogd. En nog belangrijker, zij stellen vast dat dit effect ook voordoet onder de Europese norm van 25 microgram per kubieke meter. En daarom pleiten zij ervoor om in Europa de Amerikaanse norm, die de helft bedraagt, namelijk 12 microgram per kubieke meter, toe te passen. Dus verkeer heeft impact op de gezondheid langs lawaai, langs luchtvervuiling en de twee variabelen die bepalend zijn in welke mate die impact doorweegt, is de afstand dat mensen wonen tot de verkeersas en de intensiteit, de zonde van het vrachtverkeer. Als je dit model, dat empirisch zo robuust onderbouwd is, toepast op de ring, dan heb je het antwoord. Dat is nog een derde punt waar verkeer een negatieve impact heeft, dat is de afname van groene ruimte. Daar ga ik nog eventjes op in. Contact met groene ruimte, wat verstaat men daaronder groene ruimte? Dat zijn open ruimtes met natuurlijke vegetatie, parken, bossen, speelvelden. Men moet daarvoor wel grote bevolkingsstudies van honderdduizenden mensen doen om verschillen te kunnen aantonen. Uiteraard altijd gecorrigeerd voor demografische en sociaal-economische verschillen. Wat is er nu bewezen? Dat verminderde stress en de stresshormonen, in die bloedonderzoek gedaan, het contact met groene ruimte, het verbetert het psychologisch welbevinden. Men vindt minder mensen met angststoornis, minder mensen met depressie die regelmatig of dicht contact hebben met groene ruimte. Vermindert de bloeddruk. Dus is ook voor hart- en vaatziekten goed. Verbetert zelfs de wondheling na chirurgische ingreep. Daar zijn ook trials rond gebeurd. En zet aan tot fysieke activiteit. Wandelen en sporten. En wat nog interessant is, is dat die fysieke activiteit in groente ruimte, dat die meer psychologisch en lichamelijk voordelen heeft vergeleken met dezelfde fysieke activiteit op andere plaatsen, zoals bijvoorbeeld in een fitnesscentrum. Dus je kunt beter gaan joggen in het park dan op de loopband in het fitnesscentrum. En dan, dit is een prachtige studie van een paar jaar terug, gepubliceerd in de Lancet, die eigenlijk het effect van contact met groene ruimte meet op gezondheid, namelijk het aantal overlijdens. Dat is een heel hard, robuust eindpunt, overlijden, voor de gezondheid te meten. Want je bent dood of je bent niet, dat is geen discussie over, dat is zo. En daar komt ook alles samen, alle oorzaken van overlijden. En de blootstelling aan groene ruimte en de sociaal-economische achterstelling. Dus dat is een heel interessante studie. En dan blijkt dat de sterfteverhouding tussen de 25% armste en de 25% rijkste, en dat weten we, dat wisten we al, dat weten we al, dat de sociale ongelijkheid eigenlijk de belangrijkste ziektemaker en sterfteveroorzaker is. Dat die bij mensen die
leven de 20% minste contact hebben met groene ruimte is maal 2 ongeveer. Terwijl mensen die behoren of die wonen in de populatie of in de wijken waar dat men de 20% meest groene ruimtecontact heeft, is dat anderhalf. Met andere woorden, groene ruimte verzacht de impact van sociale ongelijkheid op gezondheid. Dan is er een heel grote studie, ook door Nederlanders verricht, waarbij men 345.000 dossiers, medische dossiers van 195 huisartsen, heeft onderzocht en heeft gekeken naar al die patiënten waar dat die wonen ten aanzien van groene ruimte. Binnen de 1 à 3 kilometer radius en ook gecorrigeerd. En men komt tot de conclusie dat weinig groene gebieden vergeleken met heel groene gebieden verhoogt de kans dat iemand zich ongezond voelt met anderhalf, dus dat is voelen, betekent significant grote voorkomen van gezondheidsklachten, maar ook van luchtwegaandoening en diabetes. Gevonden relaties zijn het sterkst voor angststoornis en depressie. En die gevonden relaties zijn het sterkst, en dat komt altijd terug voor de meest kwetsbare groepen, kinderen, ouderen en mensen met lage sociaal-economische status. En de redenen van dat verband zitten in de stressreducerend effect van groen. Groen stimuleert bewegen en sociale contacten, en de sterkste stimulans is bij kinderen. En de conclusie van de studie is, groene ruimte is niet een luxe, maar zou eigenlijk verplicht moeten opgenomen worden in iedere stadsplanning. En dan nog even doorgaan op die studie over de impact van stedelijk groene ruimte op hart- en vaatziekten in dat stadje Kaunas. En daarvoor doe ik beroep, of leen ik even een aantal slides van Dirk Avonds uit een lezing die hij gegeven heeft op Linkeroever. Dus dat is een stadje met veel groen, park, landbouwen, tuinen. En men heeft eigenlijk 5112 volwassenen van gemiddelde leeftijd 60 jaar, 4 à 5 jaar opgevolgd. Men heeft gekeken naar de globale gezondheid, het aantal overlijdens, het aantal nieuwe gevallen van diabetes en het aantal nieuwe gevallen van hartinfarct. En men heeft dat gedaan in functie van de afstand van de woning ten aanzien van de dichtste bijgelegen groene ruimte. En onder groene ruimte werd verstaan minstens 1 hectare groot. Dan heeft men 3 categorieën onderscheiden: mensen die binnen de 350 meter, binnen de 630 meter en verder dan 630 meter wonen. En dan heeft men nog eens gekeken bij welke mensen gebruiken die groene ruimte en welke gebruiken ze niet. En dat zijn de resultaten. Dus mensen die binnen de 350 meter van de groene ruimte wonen, heeft men gekeken het risico op een hartinfarct, heeft men gesteld aan 1 om te vergelijken. Woon je daar buiten, dan stijgt dat al naar 1,20. 20% meer kans op hartinfarct. Dat is gewoon statistisch niet significant, maar het geeft een trend. Pas vanaf 630 meter buiten een groene ruimte wonen, geeft een statistisch significant verschil met 36% meer kans op hartinfarct. Als je dan kijkt naar of die mensen gebruik maken van die groene ruimte of niet, dan zie je bij mensen die actief gebruik maken van het park en binnen de 350 meter van wonen is het referentiewaarde 1, dan is een niet-actief gebruiker, dat zijn eigenlijk mensen die weinig bewegen, dat weten we ook, gaat dat al naar 1,5. En mensen die meer dan 350 meter buiten een groene ruimte wonen, stijgt dat al naar 1,58 en niet actief gebruikers naar 1,66. Dat laatste is statistisch significant, maar dat betekent toch dat, maar dat hebben we ook uit die vorige studies, dat er toch een belangrijke impact is van groene ruimte en gezondheid op hart- en vaatziekten. Wat betekent dat nu voor heel dat Oosterweel-verhaal? Kijk, het bandtracé en het Oosterweel-tracé is een aanslag op een viertal plaatsen van groene ruimte. Ten eerste het Sint-Anna-bos. Dat wordt een slipstort. Het Noordkasteel. Dat wordt een ingewikkeld op- en afrittencomplex om de toegang naar de haven te maken. En dat verdwijnt bijna volledig als groene ruimte.
En dus Christian Leijs heeft nog gezegd dat het eigenlijk wat absurd is om dat daar te leggen, die toegang tot de haven, omdat dat het meest zuidelijke punt is, het punt dicht bij de stadsagglomeratie, om daar een toegang tot de haven te brengen, terwijl de haven bedrijven vragen de partij zijn om dat veel hoger te leggen en daarom de R102 aan te leggen. Het rivierenhof gaat een stuk van sneuvelen, daar kom ik zelfs op terug. En wat eigenlijk park spoor oost zou moeten worden, gaat nu park 10 spoor oost worden. Dat ga ik even uitleggen. Dat is die fameuze paperclip. Dus je ziet. Dus je ziet, hier is de Lotto Arena. Dit is het fameuze evenementenplein, daar kom ik zelfs op terug. Dat is die fameuze paperclip. Dat is eigenlijk de op- en afritten van Groenendaallaan, van het Sportpaleis en de aansluiting van de ring tot de Oosterweeltunnels, complex. Dat komt hier allemaal samen. En dat heeft 19 baanvakken. Brede autostrade nodig. Hier ligt de Nekrovelijn. Hier ligt de Bisschoppenhoflaan, waar het verkeer tijdens het spitsuur volgens het mijn rapport met 40% gaat stijgen. Ik weet niet of er alles geweest is rond de lichten hier op spitsuur. Kijk naar het waterzuiveringsstation. Hier hebben we de eitjes. Hè? Ja? En nu moet je zelfs ook naar de maquette gaan kijken, want we hebben de maquette gemaakt van het Hollandse complex. De maquette staat hier naast de stand. Dus het Holland Complex, dit is het Sportpaleis, Lotto Arena, het Evenementenplein, dat is de Bonse Sleuf. Dan hier, waar nu de parking is van het Sportpaleis aan de Nekrovelijn, komt een autostrade. En hier hebben we een nieuwe overkapping, hè, dat is de brug die ze daar aanleggen. Achter de eitjes naar de Singel, en die wordt ineens bij betrokken. Je ziet dat heel goed op de maquette. Dus dit wordt een waanzinnig complex. De paperclip die liep tot hier. En nu heeft men dat 700 meter dieper in de agglomeratie getrokken. Dat is de Hollandse knoop. En het rivierenhof, dat heeft men nu al heel lucid. De twee voetbalclubs en een korfbalclub, die toch nog op 500 meter van de autostrade verwijderd waren, een beetje dichterbij gebracht. Tot binnen de 100 meter. In die oksel, op de aansluiting van een van de drukste kruispunten in België. Een van de drukste kruispunten in Europa. En dan heb je het MEG-rapport. Op één zaak is het MEG-rapport zeker geen fotofinish afgeleid. Dat is, het is onderbouwd door een ernstige wetenschappelijke literatuurstudie. Als wij daar 7-8 jaar geleden mee begonnen, en ik heb nog een MEG-rapport van de Lange Wapper gelezen, dat was zeer arm. Dat is zeker niet het geval. De vraag is natuurlijk of het verschil tussen de tracés een fotofinish verschil is. Dit is de interessantste tabel. Wat doet die tabel? En het MEG-rapport verdedigt die tabel. Men meet, of men simuleert eigenlijk de NO2. Omdat het de meest gevoelige parameter is van verkeer om onderscheid te maken tussen blootstellingen en tussen tracés of alternatieven. En wat doet men? Men kijkt een balans van blootstelling. Dat wil zeggen, men telt hoeveel inwoners erop vooruit gaan tegenover de nulsituatie. De nulsituatie is alsof je niks doet. Hè? Je laat de situatie bestaan. En dan trek je ervan af het aantal inwoners dat achteruit gaat met het alternatief tracé. Tegenover de nulsituatie. En de netto-balans is voor Oosterweel, dat is nummer 1. Nummer 2 is met tangenten, de A102 en R de BISC. En 0 is zonder sturing. Zonder sturing is 42.000 en inwoners. Maar voor Meccano, met tangenten en zonder sturing, is 111.000. Mensen die erop vooruit gaan. Dat is een verschil van 70.000. Dat is geen fotofinish. Ja. En wat nog frappanter is dat je
relevante verslechtering krijgt, staat letterlijk in een rapport van de omgeving door de Noord-Merksem bloeibal. Kunt u dat voorstellen? 4,9 miljard is nu al geïnvesteerd, terwijl een groot deel van de bevolking daarop achteruit gaat. Ik heb hier nog eens in een taartdiagram gezet. Dat zijn de resultaten voor Oosterweel met tangenten. Mecano met tangenten, dan zie je het verschil visueel. Geen fotofinish. Dan neem ik de kaartjes van het MER-rapport. Dit is Oosterweel met trajectheffing. Wel met trajectheffing, dat is die twee hier. En je moet dat kaartje opletten, hè, want blauw is vooruitgang. Het zijn liberalen die niet gemaakt hebben. En groen is achteruitgang. En rood, dat is heel veel achteruitgang. Je moet dat een beetje op die manier interpreteren. En dus wat je ziet is dat die zuivere kring die gaat vooruit, maar pas op, want een R11 is, dank u. Een R11 is, als die er niet komt, dan verschuift dat wel naar hier. Hè. Maar het ergste van al, en je kunt dat niet voorstellen, dat is dat men 4,9 miljard euro investeert en dat deze regio van Deurne-Noord, Merksem, Bloeibal, erop achteruit gaat. Dit is dan nog niet zo erg, want dat ligt wel buiten bewoond gebied, maar dit is een zeer dicht bewoond gebied. En dus dat heb je niet met de Mecano. Met de Mecano heb je een verbetering over de hele ring en dat is toch een gigantisch verschil. Ook in de fotofinish. Ik heb het dino's ergens laten zien, in het groter. Ik kan er nog even op door, want... Dus wat we hier hebben is Oosterweel zonder tangent en zonder sturing. Mecano zonder tangent, zonder sturing. En hier is dat dan met tangenten. En dan zie je dat die tangenten, wat een idee is van de Mecano, dat dat eigenlijk fundamenteel het verschil maakt. Ook voor Mecano. Dat is ook logisch. Want als je het verkeer niet via die tangenten rond kunt sturen, dan blijven ze op die ring doordrammen. Want dat idee van de Mecano, dat is meer dan een fotofinish. Tussen 400 en 42.000, en tussen 7.000 en 100 en 11.000. En nu gaan we nog verder. Dus wat we hier hebben is Oosterweel, Mecano. En dan is het alle twee met tangenten, dat is de nummer 2. Maar de verschillende exploitatiescenario's, dus hoe het verkeer gestuurd wordt. Dit is het interessantste. Want daar zwijgen ze nu over, hè? Maar dat moet je weten. Vrachtverbod in de Kennedy-tunnel. Ik denk dat 10 jaar is, maar nu dat ze erop hameren. Hè? Dat is het plan van de Vlaamse regering. Hè? En het ging niet anders, want Europa ging in die toestanden en de Kennedy-tunnel was niet brandveilig. En ik weet niet wat er allemaal is geweest, maar dat was het resultaat van hun 4,9 miljard euro investering, waar 1722 mensen die erop vooruit gingen. Als ze dit zagen, hebben ze dat snel laten vallen. Dus ze hebben dat snel laten vallen. De Mecano met hetzelfde sturingssysteem is er nog altijd 61.000, een verschil van 60.000. Als je nu traject pakt voor doorgaand verkeer, dus je stuurt het doorgaand verkeer via trajectheffing, dan zit je op 57.000 en 127.000, weer al dat verschil van 70.000. Zie je? Dus 70.000 mensen gaan dan met Mecano meer. Nee, ik zal het anders zeggen. 70.000 mensen meer gaan er ook vooruit bij Mecano vergeleken met Oosterweel. Hetzelfde met vrachtverbod ring. Je ziet 55.000 voor Oosterweel, 118.000 voor Mecano. En nu komt het. Gedifferentieerde tolheffing. 117.473 was gedifferentieerde tolheffing. Dat wil zeggen, ze rekenen een tol. Dat was gestimuleerd op 3 euro voor een voertuig, voor de Kennedy-tunnel, 19 euro voor een lichte vrachtwagen, 22 euro voor een zware vrachtwagen. Oosterweel de helft, anderhalf en dan 9,5 en 11. En Liefke zoekt een tolvrij. Dus daarop gestimuleerd. En dan natuurlijk dat je al dat doorgaand verkeer langs die Liefke zoekt zoveel mogelijk en die Oosterweel duwt, dan heb je een prachtig resultaat. Dat is de logica zelf. Nu moet je weten dat eigenlijk het plan van de Vlaamse regering is niet deze gedifferentieerde tolheffing.
Want zij zijn van plan om de personenwagens alleen tolvrij te laten rijden langs de Kennedy-tunnel. Dus het gevolg daarvan is dat alle verkeer dat van het noorden komt, of dat van het oosten komt, in plaats van de dichtstbijzijnde Schelde-kruising te kunnen nemen, dat hij helemaal de ring moet afrijden of terug om tolvrij de Kennedy-tunnel te kunnen pakken. Maar hoe zit het met de mechano? Dat weten we niet. Want dat hebben ze niet doorberekend voor leefbaarheid en gedifferentieerde tol. Oh, geen probleem, zegt de BAM, geen probleem, zegt Bart Martens. We doen dit, we vergelijken appelen met peren en dan krijg je een fotofinish. Dat is de manipulatie die ze gedaan hebben. En dus de conclusie van dat mijn rapport is ook globaal gezien over alle parameters over het hele studiegebied heen. Scoort Mechano consistent het beste. Maar het allerbelangrijkste, dat wil ik toch benadrukken, als we dat kunnen bereiken en dat absoluut geen fotofinish is, is de overkapping van de ring. Dat is de actie die we vorige week donderdag hebben gedaan in Ringland met de groepspraktijk in Deurnen. Het verschil op vlak van lawaai, luchtvervuiling en groene ruimte is immens. Bij overkapping vergeleken we niet. En het is zelfs zo straf dat de BAM zegt dat ze voor overkappen van de ring zijn. Sinds Ringland. Ja. Ik wil dit citaat nog eventjes samen met jullie lezen. Het sluit wel aan bij mijn interventie op de vorige hoogdagavond over dat financieren van dat hele project. Die BPS, poenpakkersysteem of privaat-publieke samenwerking, zoals je het zelf wil noemen. Over de financiering van het project dat 3 miljard, dus ondertussen 4,9 miljard, zou kosten, maken ze zich weinig zorgen, de mensen van de BAM. De kosten zijn onder controle, zegt CEO BAM van Rensbergen. En nu hou je vast. Bovendien stijgen de inkomsten door het al maar toenemend verkeer. Goed nieuws, hè? De kassa rinkelt. En uit marktverkenning blijkt dat er in deze tijden van lage rente genoeg pensioenfondsen, verzekeraars en zelfs banken bereid zijn te beleggen in een stabiel overheidsproject. Ik denk dat dat alles zegt. Maar de BAM gaat overkappen en ze zeggen in hun propaganda, en we moeten op de website kijken, gedeeltelijke overkapping van de noordelijke ring komt de leefbaarheid sterk ten goede. En oorspronkelijk spraken ze van een evenementenplein aan het Sportpaleis. Ziet het liggen? Je moet dus op de Stenen Brug een evenement organiseren. Hè? Wat hebben we daarbij gepast sinds Ringland? Kijk. En nu heet het, we hebben een nieuw stedelijk plein, bijna 1 hectare groot, met veel groen. Ik vind die foto van Dallas zeer veelzeggend. In Dallas heeft men in 2012 een overkapping gedaan van deze Poolse sleuf met al die evenementenpleinen. Dus het komt er echt op aan, die overkapping moet volledig zijn. Want anders heb je geen effect. Zelfs met 500 meter overkapping heb je geen effecten. Vandaar is het perfect mogelijk om de luchtvervuiling op te vangen in tunnels, te capteren en te filteren. Met die technologie moet de overkapping volledig zijn. En dan is dat geen fotofinish. En ik wil nog eindigen met, ik ben een maand geleden nog wat heet geweest op Citytrip. Je moet dan niet alleen naar Guernica gaan kijken, of naar Goya in het Prado, of naar Don Quixote. En omdat ze de actiegroepen altijd, hebben ze altijd ons verweten dat we Don Quixote zijn. Maar de Madrilenen hebben het gerealiseerd. Een park op de Oude Ring. We zijn gaan fietsen op de autostrade, want er ligt een park op. Maar dit Rio, wat je hier ziet, is de grote verkeerswisselaar met de autostrade naar Lisboa. Die is van oppervlakte en complexiteit vergelijkbaar met de aansluiting van de E313 op de ring. En die hebben ze overkapt. En daar kun je over wandelen, daar kun je over fietsen. Daar heb je waterpartijen als Parkspoor Noord. Daar hoort je, je kunt dat niet geloven, maar je ziet dat wel dat gezicht. Je hoort daar niks van verkeer, alleen vogels. Groen, veel groen, en de gebouwen zijn enorm in waarde gestegen. Hier heb je een kunstmatig riviertje dat ze leggen, veel jonge boompjes, want het is vrij recent. En Atletico Madrid heeft een stadion er vlakbij. En dit is opnieuw die overkapping van die verkeerswisselaar, zoals in Beaugrand, met een groot plein en een groot park. En dan geldt mijn vraag, hoe lang moet het nog duren voordat wij ook
de liefde kunnen laten openbloeien op een park, op de ring in Antwerpen. Dank u.